dag 7 van de 30 dagen, 31 dagen Bullet Journal Challenge. En deel 1 of dag 1 van deze nieuwe editie. Dus welkom weer. Ik hoop dat je de vorige leuk hebt gevonden. Ik heb hem nog niet geüpload. Dat gebeurt voor mij morgen. Dus ik ben heel benieuwd naar alle reacties. Vandaag staat tekenen op de planning. Wat ik wil gaan doen is een pagina maken met allerlei soorten tekeningetjes. Die ga ik van Pinterest halen en mee oefenen. En ik laat jullie tussendoor even wat beeldjes daarvan zien. Een klein stukje progress. Ik heb op Pinterest dit gevonden. Simple 3-step doodles. En ik vond deze layout wel leuk. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb hier ook zo'n lijn getrokken. Ik ben hier een beetje aan het, nou ja, klooien geslagen. Kijk, nou, ik ben best trots. Dus ik ga er nu nog eentje maken, denk ik. Eentje uitkiezen van daar. En dan nog de stapjes. En dan ga ik ze met een pennetje overtrekken. Het is nog niet perfect, maar jeetje, wat ben ik hier trots op. Ik boek toch best vooruitgang. Ik vind hem gaaf geworden. Dit is jammer, maar ik schoot uit met mijn stift. Dus dit was dag 7. Tot morgen. Welkom bij dag 8 van de Bullet Journal Challenge. En je gaat me bij dag 9 dezelfde outfit aanzien hebben. Harry Potter. Want ik had gisteravond geen tijd. Of gisteren niet voldoende tijd om er wat moois van te maken. Dus ik ben vandaag gaan zitten. Het onderwerp van vandaag, of het thema van vandaag, is doedelen. Want ik wil graag, heel graag een beetje beter leren tekenen. En ik denk als ik nou begin met kleine doedeltjes, dan gaat het goed. En ik heb mezelf eerlijk gezegd een klein beetje verbaasd. Want dit heb ik ervan gemaakt. Ik hoop dat je dat goed kunt zien. Ik zal nog even, dit heb ik ervan gemaakt. En hier heb ik nog wat dingen gemaakt. En hier ben ik ook echt heel trots op. Hier ben ik heel trots op. Die doos vind ik wel tof. Ja, eigenlijk, ja, deze vind ik echt een mislukking. Als je naar het hoofd kijkt, gaat het nog wel. Maar de rest denk ik van ja, nee. Hè? Deze gaat ook nog wel. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het super leuk om te doen. En oefening baart kunst, dat zie je maar weer. Hier nog een leuk vorstje. Was ik eerst klein begonnen, maar toen dacht ik, die kan ik ook groter maken. Dus, nou, dat smaakt wel naar meer. Dus op naar morgen. Dag 9 van de Bullet Journal Challenge. Ja, dag 9. En die staat in het teken van handletteren. Waar ik bij tekenen zo enthousiast werd van het proberen en het, ja, proberen. Dat heb ik niet helemaal met handletteren, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het rete moeilijk. En ook niet per se heel erg leuk. Maar goed, dit is wat ik ervan gemaakt heb. Ik ben begonnen met een pen waarvan ik dacht dat het een soort brushpen achter iets zou zijn. Met, hallo, focus. Even die dicht. Doe eens focussen. Goed zo. Als je naar boven gaat, dat je een dunne lijn trekt. En als je naar beneden gaat, dat je een dikke lijn trekt. Dat is een beetje wat handletteren inhoudt. Nou, hier zie je het verschil al bijna niet. Toen dacht ik, dan teken ik een woord over. Met, dan zie je, dan ga ik naar beneden dik en naar boven dun. En dan vergeet je gewoon de zee. En dan staat er practice. Heel lelijk. Dit ging wel. Ik heb hier twee hulplijntjes getekend. Waardoor ik wat binnen de lijntjes bleef. Deze vind ik wel tof geworden. Ja, wat zullen we daarvan zeggen? Het is een leuke poging. En deze zijn oprecht wel grappig, vind ik. Dus toen was ik hier een beetje klaar mee. Toen ging ik alfabetjes natekenen. En toen heb ik deze nagetekend. Hier ben ik op zich wel blij mee. En toen ging ik hier de mist in. Deze had natuurlijk niet dicht moeten zijn. Maar goed. Die vind ik wel tof. En toen zag ik ergens, oh, maar als je gewoon schrijft zoals je altijd schrijft. En dit is een beetje zoals ik altijd schrijf. En je zet gewoon simpel van die puntjes overal bij. Staat het alweer erg leuk. Dus, nou, er zijn
alternatieven en er zijn mogelijkheden. En toen dacht ik, ik ga nog even kijken of ik mijn schoolschrift nog kan. En dat kan ik nog. Alleen moet ik... ik heb heel veel moeite met gelijk blijven qua... Daarom had ik hier van die hulplijntjes getekend. Had ik hier ook even moeten doen. Maar goed, maakt niet uit. En kijk nou, dit washi tape kwam vandaag binnen. Deze, die vind ik erg leuk. Al had ik hem natuurlijk niet eerst moeten plakken. En toen met een stift moeten doen. Want nu krijg ik hier het potlood niet meer weg. En hier, nou, met die stift kon ik er niet overheen. Nou ja, en deze. En die vond ik vooral erg leuk. Als ik nou een keer een lijstje maak, kan ik die ernaast plakken. Dan kan ik hierop afvinken. Oh nee, want ik kon er niet op schrijven. Nou, misschien met iets anders wel. Maar goed, tot morgen. Welkom bij dag 10 van de Bullet Journal Challenge. En ik zal jullie even laten zien. Ik heb natuurlijk in het begin gezegd dat ik dat lijstje bij zou houden. En dat heb ik ook gedaan. Dus we zijn begonnen met de introductiepagina. Dat is deze pagina. Daar ga ik zo nog wat over vertellen. We hebben een monthly gedaan. Een mood tracker. Een daily. Een weekly. Toen ben ik met die washi tape aan de gang gegaan. Ik heb 2 keer doodles getekend. 1 keer wat strakker en 1 keer wat losser. Gisteren ben ik met handletteren bezig geweest. En vandaag heb ik dus banners gemaakt. Met deze nog een beetje van gisteren het handletteren geprobeerd. Daar ben ik wel blij mee, want die is wel goed gelukt. En dan hier, ja, de potloodstrepen moet ik nog weggummen. Maar ik doe dat pas als het helemaal droog is. Deze vond ik heel tof. Deze is wel goed gelukt. Maar ja, er zitten er ook wel echt bij die wat minder goed gelukt zijn. En zoals hier gaat het dan mis. En hier en hier. Nou ja. Of wat hoekjes uitgeprobeerd die ik ook wel heel tof vond. Dus dit is de pagina van dag nummer 10. Welkom bij dag 11 van de Bullet Journal Challenge. Vandaag ga ik weer een tracker maken. Want daar had ik zin in. Omdat ik zoveel luisterboeken luister, dacht ik die books to read, die hoef ik niet te maken. Maar ik dacht later, ja, of je ze nou leest of luistert, is toch leuk. Dus ik ga proberen, geïnspireerd op dit plaatje, zo'n tracker te maken. En in die boeken kan je dan schrijven welke je aan het luisteren bent of welke je nog wil luisteren. Maar ik wil heel graag... Ik heb mooiere gezien, laat ik het zo zeggen. Maar ik wil ook graag dat die goed lukt. En voor nu ga ik even met deze beginnen. Omdat ik denk met die rechte lijnen dat die wel mooi gaat worden. Een kleine update. Zo ziet de Books to Read er nu uit. Even kijken hoe ik dat ga laten zien. Zo. Ik heb dus eerst hier een banner getekend. Die hier ben ik nog niet zo tevreden over, maar dit verloop vind ik wel leuk. En toen ben ik aan de slag gegaan. Ja, dit moet nog een bloempotje met een plantje worden. Moet ik nog iets beter even opoefenen. Dit ook. Die fles met dat plantje vind ik overigens wel... Ja, de fles vind ik goed gelukt. Plantje moet misschien nog anders. En dit is de boekenplank. En dan is dit het eindresultaat van mijn books to read. Ja, dat... Even groot schrijven is nog steeds wel een dingetje, jongens. Voor de rest vind ik hem wel tof geworden. Ik ga hem nog even inkleuren. En dan is dag 11 ook weer klaar. Tot morgen. Dag 12 van de Bullet Journal Challenge. En ja, ik heb dezelfde trui aan als dag 11. Want ik heb deze beide op dag 12 opgenomen. Ik ben gisteren uit eten geweest. Werd heel laat. Kon geen pagina meer maken. Vandaag staat mijn pagina in het teken van koffie. En heb ik er dit van gemaakt. Ja, handletter is nog wel een dingetje, jongens. Maar goed. Het is speels, zullen we maar zeggen. En ik vond deze border heel erg leuk. Die heb ik natuurlijk ook van... Ik heb dat hele idee van Pinterest. Maar met zo'n dikke en een dunne lijn. Dat vond ik ook wel heel tof. Beetje washi tapejes geplakt. En deze stickers kreeg ik vandaag van AliExpress. En toen dacht ik, oh, ik ga een koffiepagina maken. Dus eigenlijk kwam mijn inspiratie in eerste instantie van deze geweldige leuke stickers.
Welkom bij dag 13 van de Bullet Journal Challenge en de laatste dag van deze week en dus van deze video. Vandaag is mijn neefje Cas jarig, die is vandaag 11 jaar geworden. Dus het leek mij heel erg leuk om de pagina voor vandaag in het teken van zijn verjaardag te zetten. Dit is mijn inspiratie. Dus ik ga kijken hoe ver ik kom en jullie mogen even met me meekijken. Dus ik draai de camera even naar het papier en dan ga ik aan de slag. Veel potlood is leeg. Ik ga heel even kijken of ik daar wat aan kan doen. Inmiddels een nieuw potlood gevonden en geslepen. Dus we gaan verder. Dan is die dit op potlood geworden. Heel tof. Ja, die dingetjes wil ik nog even wat beter doen. Die strikjes op de pakjes. Maar dit is het geworden. En dan ga ik er nu kleur aan geven. En eerst met een fineliner alle lijnen maken. Eerst weer even omtrekken en dan probeer ik die strikjes zoveel mogelijk. Op de een of andere manier lukt het me beter om strak te tekenen met een fineliner dan met een potlood. Ik weet ook niet wat dat is, maar goed. Zo, hij is af jongens. Ik ben er echt super tevreden over. Dit is hem geworden. Leuk hè? Het rechtplakken van de washi tape is niet helemaal gelukt. Dat wordt een oefenpuntje. En
Ik ga een andere witte pen kopen. Want ik heb deze. De Pen Touch. Wit. Maar zoals je ziet. En ik had dat al eerder gemerkt. Wordt hij heel erg in papier opgezogen. En dit is natuurlijk een klein beetje gaan pillen. Maar ik vind hem er echt super super leuk uitzien. En geen spelfouten gemaakt volgens mij. Jee. Tot morgen!